Yo mensen, verdomme gamen! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe episode van Let's Play Minecraft in de versie 1.7.4. Wat gaan wij deze video doen mensen? Nou, zoals jullie misschien nog wel weten heb ik in de vorige episode geprobeerd music discs te krijgen, wat mij jammer genoeg niet gelukt is. Wat gaan wij deze episode proberen? Nou, dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Wij gaan deze episode proberen om iets nieuws te gaan enchanten. Maar daarvoor gaan we eerst naar de Nether. Want we weten allemaal dat je in de Nether heel erg snel en makkelijk aan XP kan komen. Dus, dat is ons doel van deze video. Gaat het lukken? Ik hoop het. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. We zitten hier al gelijk maar lekker veel, dus dat moet helemaal goed komen. Ah, dat lukt wel. Kijk hoeveel ik spelen van krijg. Dat is niet normaal. We gaan dus even lekker wat van dat witte spul weghakken, wat echt 100% verkeerd klinkt. Maar dat maakt me even niet uit. Het zou eigenlijk wel handig zijn om de coördinaten van de poort op te schrijven, maar dat doe ik even niet, want we blijven er toch heel dichtbij. Kijk, in Survival Island is het zo dat we echt al nether quartz al weg hebben gehakt, maar hier nog lang niet. Dus dat is weer een heel groot voordeel. Maar ik zie dat we... Oké, we moeten deze kant op. Zie ik daar nou... Oh nee, ik dacht heel even dat daar nether... hoe heet dat ding ook alweer? Zijn van die... waar je potion mee maakt. Dan ben ik even hele naak. Maar hoe heet dat ook alweer? Dat zijn van die... Ik ben het echt gewoon helemaal kwijt. What the fuck? Hoe kan ik dat nou vergeten? Ik werk er gewoon heel erg vaak mee. Hoe kan ik nou de naam ervan vergeten? Dat heet... ik heb geen... Ward. Nether Ward. Sorry, nu weet ik het pas weer. Jeetje, Mina. Ik zou er zo de naam van kwijtraken. Niet slim, Job. Niet slim. Ik ga toch maar even de naam op moeten schrijven van... of de naam, de coördinaten hiervan op moeten schrijven. Kan ik dit YOLO'en? YOLO. Oh, dat is zo lucky. Ja, ik dacht heel erg dat ik dood zou gaan. Dan was ik echt de pineut geweest. Was ik gelijk weer maar bijna 30 XP kwijt geweest. En dan zouden we deze video niet kunnen enchanten. Wat heel veel van jullie waarschijnlijk heel erg jammer hadden gevonden. Oké. Daar gaan we. Min 185. Dat is X. Is X. I is 60 en Z is 28. We hebben dat ook weer opgeschreven. You never know. Ik ken mezelf en ik weet dat het anders verkeerd zou gaan. Ah, we zitten toch al bijna op de 30 XP. Dat gaan we sowieso nu binnen nu en 5 minuten wel halen. Dat is mooi. Misschien wel binnen 3 minuten. Helemaal als het op deze manier door blijft gaan. En dan kunnen we lekker gaan enchanten. Maar wat ik ga enchanten twijfel ik nog een beetje over. Ik denk toch wel weer even een nieuwe pickaxe. Want 2000 pickaxes is nooit verkeerd. En daarna kunnen we bezig gaan met de bows en zo. Dan hebben we in ieder geval even ook een pickaxe waar we mee minen, zeg maar. Oké, dat is jammer. Oh, daar is ook nog genoeg nether quartz op. We hebben echt genoeg hier. Dat wordt echt makkelijk. Piece of cake is dit. En dan gaan we maar de 26. Hoppakee. Bijna de 30 mensen. Bijna de 30. Gaat de goede kant op. Oh, hier zitten er echt heel veel. Jeetje, Mia. Het zijn gewoon twee aardes bij elkaar of zo. Zo, lekker bezig. Kennen jullie de reclame nog van je bent? Lekker bezig, Freek. Freek Willem. Die is van de Gamma. Dat was echt een hele leuke reclame. Die is geloof ik niet meer op tv. Maar die vond ik altijd zo fucking genius. Ik heb er altijd zo zitten lachen. Je bent. Ze waren zelf van die wijven. Klussen is mijn ding of zo. En dan gaat hij een stukje rappen. Dat is echt een mooie reclame. Daar kan ik echt om lachen. Ik heb één reclame. Zo hekel heb ik gedaan. Dat is zo'n kerel. Ik denk dat jullie die allemaal wel kennen. Dat gaat over een bepaalde zorgverzekering. Die heeft grijs aan. Die heeft echt zo'n kikkerkop. En zegt dan: dit is Anna. Anna die kiest ervoor om bewust te leven. Op een goede manier. Zo fucking retarded. Als ik die kerel zie, dan heb ik echt zin om hem in elkaar te slaan. Dat is echt één reclame waar ik gewoon echt zo erg hekel aan heb. Dat is niet normaal. Of reclame van schoonmaakmiddelen. Die kunnen ook zo retarded zijn. En dan zeg je, zie je deze vuile vlek op deze vuile sokken? Ik hoorde wat finish bij. En dan jadi 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 ja. Oh, ik kan daar niet tegen. Maar die reclame over die zorgverzekering met die gast met die kikkerkop en dat grijze haar. Dat is echt een reclame waar ik me echt helemaal gek van kan maken. Daar kan ik echt niet tegen gewoon. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen. Ze laten hem namelijk de laatste tijd super vaak zien. En dat is ook nog eens een reclame die je niet kan skippen. Kijk, bij sommige reclames staat er dan... spoel deze reclame door. Dat kun je dan over 5 seconden doen, weet je wel. Maar bij die reclame kun je dat niet. Holy shit. Dat is echt van die momenten waar ik denk van... Nou, waarom leef ik eigenlijk, weet je? Dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal niet meer. Dat is zulke vreselijke reclames. Ik kan daar echt niet tegen. Dat zijn gewoon echt kutreclames gewoon. Niet normaal, man. En dan vooral die reclames over zorgverzekeringen en over schoonmaakmiddelen. Die twee reclames zijn gewoon de reclames die het allervervelend zijn. Geen idee waarom, maar het is gewoon zo. Maar nee, wat gaan we doen? Ja, ik zit eraan te denken om een vissenhengel te gaan enchanten. Klinkt raar, hè? Dat is echt raar, want ik ben de hele tijd bezig met een pickaxe. En nu zit ik opeens zo van Survival Island. Vissenhengel. Waarom? Wanneer jij een vissenhengel hebt, dan is de kans enorm groot dat jij een hele goede bow vangt. Dus een vissenhengel enchanten is een goede investering, zoals ik dat noem. Want dan is er dus een grote kans op bijvoorbeeld Luck of the Sea 2 en Lure 2. En als je die twee hebt, dan ga je vissen. Heb je hele grote kans op zeldzaamheden, zoals bijvoorbeeld enchantment books en zo. En dat lijkt mij een goed idee. Dus we gaan gewoon een vissenhengel enchanten. Gewoon even, dat lijkt mij echt een goed idee. Misschien is het heel erg onverwacht, omdat ik eigenlijk helemaal niet daarmee bezig was. Maar ik ga het gewoon doen. Ik vind het echt een goed idee, eerlijk gezegd. Dus, maar eerst even... Holy shit. Zou dat kunnen?
wat? Net niet. Zo. Hoppakee. Ah, we komen erbij in de buurt. We kunnen al lekker veel ervan maken. Hoppakee. En hier. Hoppakee. Kijk, lekker veel, lekker veel, lekker veel. Gaat de goede kant op. Hoppakee. 57 hebben we er, mensen. Oh, we hebben echt niet normaal veel koren. Gaat de goede kant op, gaat de goede kant op. Iron. Oké, mensen, kom op. Luck of the Sea 3 willen we. Ik vind het gewoon een leuk idee om vissen helemaal te gaan enchanten. Lure 2. Nou ja, mensen. Ik ga er niet over klagen, want met Lure 2 vang je veel sneller vissen. Dus we gaan even lekker vissen. Yeah, we gaan vissen, 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 vissen. We gaan vissen, vissen. Nee, mensen, maar serieus, met Lure 2 vang je heel erg snel vissen. Dus in principe heb ik er ook weer niks over te klagen. Het is in principe best wel chill om Lure 2 te hebben. Ik had liever echt iets hoger schat, zoals bijvoorbeeld Lure 2, Unbreaking 3 en ja, Luck of the Sea. Maar mensen, je kunt met een vissenhengel, kun jij ook weer bijvoorbeeld een nieuwe vissenhengel vangen met veel betere enchantments. Dus als we nou deze episode een vissenhengel kunnen vangen met Lure 2 en Luck of the Sea 3 bijvoorbeeld, dan zijn we binnen. En misschien vangen we nog wel een leuk enchantment boek of zo. Dus dan gaan we vissen. Dat kan ik beter niet doen, denk ik. Dat is een beetje zonde. Maar waar gaan we vissen? Nou, ik heb eigenlijk even dus een riviertje ergens nodig. Waar ik dan het best kan gaan vissen. Wat is een mooi punt om te gaan vissen? Er zijn hier wel rivieren, geloof ik. Daar is dat ergens. Dus daar gaan we even naartoe om te gaan vissen. Jammer genoeg hebben we geen Luck of the Sea 2 of zo. Maar ja, zo erg vind ik het niet. We hebben deze episode weer lekker veel kool kunnen binnenhalen. Heel veel kool. En een vishengel. Dus, enchanten en vissen. Misschien hebben we wel. Misschien vangen we nog wat leuks. Ik heb meestal best wel veel geluk met vissen. Dus je weet het niet. Wie weet. Het is lekker dichtbij deze vijver. Dus dat is mooi. Voor hetzelfde geld vangen we nog wat leuks. Dus dan gaan we in Lure 3. Lure 2 zorgt ervoor dat je heel erg snel vissen vangt. Ook heel mooi dus. Kijk, daar komt er al eentje hoor. Let op. Let op. Practical staan er. En 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oké, wacht even. 3, 2, 1. 3, 2, en 1. Oké, dit duurt best wel lang. Ik zie al die practicals, maar het lukt niet helemaal. Maar in ieder geval, Lure 2 zorgt dus voor dat je sneller vis vangt. Ah, weet je, ik ben zelf iemand die weinig geduld hebt, dus in principe is dat niet heel verkeerd. Dus we hopen deze episode dan nog iets leuks te kunnen vangen. Zelf hoop ik het meest op een vishengel met Duck of the Sea 3. Maar een enchantment boek of een hele goede bow of zo zou ook niet verkeerd zijn. Kun je trouwens ook bijvoorbeeld een enchantment helmet vangen of een enchantment pickaxe? Ik geloof het niet. Maar dat weet ik niet zeker. Maar daar komen we nog wel achter. Ja? Ah, jammer, salmon. Ik hoop echt op iets leuks. En vis hebben we ook nodig. Daar kunnen we namelijk asselads mee temmen. Maar jammer genoeg zitten we heel ver van de jungle af. Voor de mensen die denken, hoe weet je dat? Nou, ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik deze wereld aanmaakte, wou ik eigenlijk in een jungle wonen. Alleen ik kon toen echt geen jungle vinden. Dus toen heb ik maar besloten om daar te gaan wonen. Dus daarom weet ik dat hier geen jungle vlakbij is. En dat betekent dus dat we ook niet zo 1, 2, 3 aan asselads kunnen komen. Maar in ieder geval, kom op mensen. Geef mij alsjeblieft iets heel erg moois om te vangen. Het lijkt me echt vet om echt iets moois te vangen. Zoals bijvoorbeeld een hele goede pickaxe of zo. Voor een enchantment boek. Kom op. Ik weet dat het kan. Ik weet echt dat het kan. En Lure 2 zorgt ervoor dat we snel vissen vangen. Hoppakee. Ja, kijk. Op deze manier gaat het lekker. Maar in ieder geval mensen, laat hier beneden weten in de reacties wat ik de volgende episode moet gaan doen hier in Minecraft Survival in de versie 1.7.4. Ik kan eigenlijk niet wachten tot er een nieuwe versie uitkomt, dan kan ik daar weer in gaan spelen. En ik ben dan ook eigenlijk wel benieuwd wat voor nieuwe dingen er dan aan zijn toegevoegd. Maar ik hoop nog wel wat leuks te vangen in deze video, dat hoop ik echt. Oh, dus ik weet je, er zijn een paar dingen in Minecraft waar ik echt wel kan genieten. En dat is eigenlijk vissen en enchanten. Voor de mensen die zich nou afvragen van, ja joh, waarom vissen en enchanten? Nou, op een van de manieren zijn dat de twee dingen waarvan je echt die adrenaline krijgt. Van, krijg ik een goede enchantment? Wat krijg ik aan de hengel? Is het misschien wel een boek met, je kunt bijvoorbeeld een boek krijgen met Fortune of met Silk Touch of met Infinity. Infinity, dat hoop ik eigenlijk te vangen. Kan ik dat op een bow zetten? Dat zou echt de shit zijn, maar dat is best wel een kleine kans. Want dan moet je ook eerst de geluk hebben op een boek. En dan ook nog eens op Infinity. Maar ja, wie weet. Ik ben eigenlijk best wel blij met deze vishengel. Het is toch iets, weet je. Dat het slecht te kunnen gaan. Voor hetzelfde hadden we een Unbreaking 3 kunnen gehad. Dat zou ik echt kut hebben gevonden, eerlijk gezegd, een Unbreaking 3. Ik vind Lure 2 al nog helemaal niet zo slecht. Want je vangt sneller vis. En dat is eigenlijk wel fijn. En je maakt ook nog eens kans op hele goede dingen. Dus ja, wat wil je nog meer? Alleen jammer genoeg hebben we nu nog niks zeldzaams gevangen. Maar eigenlijk, weet je wat leuker zijn als we hier een klein vissershaventje maken? Misschien kunnen we dat de volgende video gaan doen. Gewoon een klein haventje die we dan zeg maar iets naar voren laten lopen. En dat we misschien wat leuks maken. Gaat het wel goed? Hij bukt of niet? Of maakt het verder niet uit? Zou die zo goed zitten? Ik denk dat het niet heel erg veel uitmaakt. Hopelijk vangen we nog een enchantment boek. Dat zou echt de shit zijn. Je kunt natuurlijk ook junk vangen. En junk dat is voornamelijk een bol of een leer of al die stomme shit waar je niks in hebt.
Maar ja, hopelijk vangen we dat niet. Daar heb ik namelijk niet zoveel zin in. Ik heb meer zin in bijvoorbeeld een enchantment boek of zo. Daar zit ik echt op te wachten. En je krijgt natuurlijk XP, dus in principe heb ik ook daarover niks te klagen. Maar ik had eigenlijk zo graag Luck of the Sea 3 willen hebben. Oh, het zou zo chill zijn geweest. Luck of the Sea 3, Lure 2 en Awakened 3. Ik weet niet of Lure 3 en Luck of the Sea 3 en Awakened 3 ook kan, maar dan zou ik dat natuurlijk het liefst willen. Maar ja, we hebben vorige keer zoveel geluk gehad met onze pickers dat ik nu ook eigenlijk niks te klagen heb, vind ik. Het is natuurlijk jammer, maar ja, weet je. Sommige dingen die zitten nou eenmaal niet mee. En misschien, omdat dit niet mee zit, komt er nu iets aan de haak wat wel mee zit. En dan hoop ik eigenlijk op een boek. Of een pufferfish, ook leuk. Kunnen we namelijk onderwater potions van maken. Ook heel handig. Voor als we hier een steiger willen maken. En misschien moeten we dan wat onder water gaan bouwen. Dan is het wel handig als je onder water kan ademen. Dat scheelt weer. Ademen. Je vangt trouwens meer als het regent, geloof ik. Dat weet ik niet zeker. Maar dat is, ik weet niet of dat een mythe is, maar dat zeggen heel veel mensen altijd. In het echt is dat wel zo. Dat als het regent, dat je dan sneller en meer vis vangt. Ik ging namelijk met mijn open vroeger altijd vissen. Dat ging ook altijd in de regen vissen. Dat was wel kut natuurlijk. En ik, vroeger vond ik vissen heel leuk. Toen was ik 6, 7 jaar. Of nee, iets ouder denk ik. 8, 9. Toen vond ik vissen echt super dope. Ging ik altijd met mijn opa doen. Alleen daarna is mijn geduld gewoon heel erg opgeraakt. Toen vond ik vissen echt helemaal niks meer aan. En elke keer als ik dan ging vissen, dan was ik 2 minuten naar die dop aan het kijken. Dan was het van, weet je, fuck die shit. Maar met virtueel vissen is het heel anders. Want dan ja, wacht je hooguit 20 seconden of 30 seconden. En dan heb je meestal wel een vis aan de haak. En daarom vind ik vissen in Minecraft wel heel leuk. Want ik heb toch altijd nog wel een beetje dat ik vissen leuk vind. Maar wachten heb ik dan weer een scheidhekel aan. Ik ben echt iemand die totaal niet van het wachten is. Maar dat kunnen jullie waarschijnlijk ook wel mij zien. Want als ik meestal iets ga bouwen, dan is het meestal zo van... Oké, ik wil het snel bouwen en ik wil niet dat het te lang duurt. Want daar heb ik geen zin in. Hetzelfde met die boot op Survival Island. Daar hebben we in totaal 2 episodes aan gewerkt. Toen was ik al zo van... Nou, weet je. 2 episodes, veel te lang. Ik ga gewoon wat anders doen. Dus daarom kun je bij mij beter niet met projecten aankomen die al te lang duren. Tenzij het echt een leuk project is. En waarbij je echt ook een keer weer iets leuks doet. Dan maakt het mij niet uit of het lang duurt. Bijvoorbeeld zo met dit vissen, weet je. Dat is best wel leuk. Maar jammer genoeg hebben we nog niks leuks gevangen. Alleen maar 2 puffervisjes. Die wil ik niet. Ik wil een Bianca. En er zijn mensen in de comments die zeggen... Joop, je Bianca nagaat van Jordi. Nee, ik ga hem geen Bianca noemen. Maar ik noem het een Bianca, zeg maar, nu. Omdat ik dan, omdat jullie dan weten waar ik aan denk. Dus het is een bow met Infinity, met Power 3, met Punch 3 en Flame, geloof ik. Kut, te laat. Oh, ik wil zo graag nog wat leuks vangen. Geef mij nou alsjeblieft een boek of zo. Alsjeblieft, ik wil een boek. Ik wil een boek of ik wil een, iets enchant. Iets wat geenchant is. En eigenlijk is het best wel raar dat je dan al die practicals naar mijn dobber ziet lopen. Of ziet zwemmen wanneer het een boek is. Want een boek kan niet zwemmen. Maar ja, dat maakt verder ook niet uit. Dan zouden ze eigenlijk zeg maar moeten doen dat die dobber onverwacht onderging. Zonder dat je die practicals erbij ziet komen. Kom op. Geef mij alsjeblieft een boek. En ik zeg een boek, maar ik zou eigenlijk ook wel graag een bow willen. Maar ik wil eigenlijk ook wel weer een boek. Geef mij nou wat. Ik had echt Luck of the Sea moeten hebben. Want dit is een drama. Dit duurt mij veel te lang. Nou, het duurt niet lang. Alleen het duurt lang voordat we wat zeldzaams krijgen. En ik wil per se wat zeldzaams voordat ik deze episode afsluit. Zo iemand ben ik dan ook wel weer. Dan enchant ik wat. En dan wil ik het ook gelijk gebruiken op iets nuttigs. Hetzelfde met die episode hiervoor. Die episode daarvoor hadden we namelijk een diamond pickaxe. Daar heb ik gelijk diamonds mee gemined. Dat heb ik gewoon. Wanneer ik iets enchant, dan wil ik het gelijk kunnen gebruiken. Dat vind ik gewoon super chill altijd. En daarom wil ik... Kijk, ik gebruik het nu ook wel. Maar ik wil nu dus ook wat zeldzaams ermee krijgen. Dus alsjeblieft. Geef me wat. Ja? Ah, ik wil geen salmon. Ik wil een fucking boek. Ik wil een fucking bow. Ik zou het liefst eigenlijk een boek willen. Want dan kun je bijvoorbeeld een boek met efficiency 5. Dan kunnen we die op een diamond pickaxe zetten. Dat zou wel echt de shit zijn, eerlijk gezegd. We zitten bijna op de 5 XP. Dat is ook niet verkeerd. En we hebben al 11. Ja, vis kunnen we eten. Wat kunnen we meer met vis doen? Je kunt het eten. Je kunt het aan Asselat geven. Je kunt het alleen maar aan Asselat geven en zelf eten. Dus daarom ik vis eigenlijk niet. Ik denk dat eigenlijk de meeste mensen in 1.7 niet vissen voor het vis. Maar eigenlijk alleen maar voor de zeldzaamheden die je ermee kunt vangen. Dat denk ik hoor. Dat weet ik niet zeker. Maar dat idee heb ik wel. Oké. Oh yeah, bitches. Het is ons weer gelukt hoor. We hebben het weer gefixt. Oh yeah. Uiteraard. Altijd. De shit. Een bow. Waar we nog 288 pijlen mee kunnen afvuren met Power 5 en Punch 2. Of nee, Power 4 en Punch 2. Dat bedoel ik dus, mensen. Gewoon even een beetje geduld hebben en we komen er wel. Ik wil bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuk? Let even een blauw duimpje omhoog achter. Ik ben super blij wat we deze episode weer hebben kunnen doen. We hebben namelijk een hele goede bow. En nou ja, bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Deel dit met je vrienden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Later.